En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op Banjotown. Ik ben de gast hier. Ja, jullie, dit keer gaan we mensen pesten. Die staan te wachten op een handtekening van Bardo, dus let's go. Zo, dus jij hebt ook een handtekening van Bardo, of niet? Ja. En waarom? Ja, ik vind hem gewoon leuk. Ja, wat is nou zo speciaal aan Bardo? Zeg het eens. Ja, ik vind hem wel grappig. Want kijk eens hoeveel mensen er staan. Tel ze allemaal. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, dat zijn er best wel veel. Dus jij wil echt je leven opofferen om hier een handtekening van Bardo te krijgen. Ja. En dan heb je nog niet eens kans dat je daar komt op kijken. Dus die reis dan gewoon helemaal stil, hè? Ja, klopt. Ja, dus hoe ga je daar tussen komen? Gewoon. Mag ga je je vrouwelijke charmers gebruiken om er tussen te komen? Nee. En ik wil mijn Banjotown poster. Ja. Maar hoe denk je daar tussen te komen? Een beetje volkruipen. Ja. Hé, hey, Bardo, hij speelt vals. Geef hem niks. Geef hem helemaal niks niet. Hallo, pers. Ja, het is Jordi. Ja, pers. Hey, mag ik een handtekening? Godverdomme. Wacht even, wat... Kijk, zo doe je dat nou, mensen. Zo doe je dat nou. Jemig. Doe eens gewoon eens een keertje slim. Doe gewoon iets wat. Goeiedag, Jordi. Ja, je wordt momenteel niet gefilmd, weet je. Dus het is wel leuk dat jij mij laat praten. Maar deze cameraman die filmt momenteel andere dingen. Het is hier fucking warm. Waarom staan we hier met z'n allen? Dat weet ik niet. Gaan we met mensen. Jij wil een handtekening van Bardo, hè? Ja. Je zit er bijna bij, maar ik kan er net niet bij. Probeer je arms uit te strekken zo naar hem. Probeer je arm uit te strekken naar hem. Probeer hem te pakken. Lukt niet. Probeer Bardo te pakken, want dat lukt je niet. Nee, en jij wel. Ook niet, hè? Nee, ja, dank je. Deze beveiliger houdt je tegen. Ja. Op het moment dat jij hem probeert aan te vallen, dan echt, jongen, dan pakt hij je. Oh, dankjewel voor de foto, man. Graag gedaan. Ja, was echt leuk. Hebben we ook weer even gehad. En er staan echt mensen op die hoek thuis. Die denken dat ze echt aan de beurt kunnen komen. Ja, die mensen hier op de hoek denken dat ze aan de beurt kunnen komen, maar ze staan nog zo ver weg. Ja. Dus jij wil een handtekening van een foto. Ja. Ja, nou, hoe gaat jou dat lukken? Door voor te grijpen. Oké, nou dan ben je nog niet zo goed mee bezig. Hij staat momenteel daar en jij staat hier. Ja. Oh ja, hij staat hier zo van, oh doe het niet, doe het wel. Ah. Ja. Toch gedaan. Daar, met een ronde. Daar en hier. Ik heb een beetje meer gevoel zo. Nee, dat doen we het even samen, oké? Okay? 1, 2, 3. Daar. Hier. En daarom krijg je dus geen handtekening van Bardo. Oké. Okay. Nou, ik eet die mop. Echt? Wat moet ik zeggen? Oh, ben jij Bardo? Oh, heb jij hem ook weer hoor. Kijk eens. Ja, maar... Alsjeblieft, hè. Hoi. Hey, mag ik een foto met je? Oh, ja, doe maar even één foto. Oh, één foto. Wacht even, ik pak hem even bij. Wacht even. Ja. Wacht even. Heel snel, want er staan daar mensen te wachten, ja. Hè? Oké. Okay. Oh, ja, hij doet het niet. Sorry. Oh, jawel. Zorg jij voor je telefoon, ze spreken. Oké, het is even zo. Haha, sukkels. Oh. Dus ik heb mijn foto samen met Bardo gemaakt en ik ben helemaal blij. Ik ga de volgende keer ook weer naar de Dutch Rudder Gathering om speciaal een handtekening van hem te vragen. Gelukkig staan er nog een meisje mensen die nog handtekening van hem gaan vragen. Ik ben er tenminste doorheen gekomen. En niet.